Hoe zal de mensheid er over 10 of 100 jaar uitzien? Hoe zal onze maatschappij er over 10 of 100 jaar uitzien? Theater Utrecht en DOCS willen graag samen met jou gaan onderzoeken op artistiek en op technologisch vlak hoe het theater van de toekomst eruit gaat zien. Wat is in jouw ogen over 10 jaar theater? Wat is daarvoor nodig en hoe kunnen we daarin samenwerken? Veel kunstvormen hebben op de een of andere manier een verhaal in zich. Maar de principes waarmee we die verhalen vertellen, komen steeds verder af te staan van de complexiteit van de wereld waarin we leven. Theater Utrecht heeft als ambitie om vandaag aan het theater van morgen te gaan bouwen, door fundamenteel technologisch en artistiek onderzoek in ons nieuwe Translab. En om dat onderzoek te kunnen realiseren zijn Theater Utrecht en DOCS op zoek naar makers, denkers en creatieve mensen van zowel binnen als buiten de kunstsector. In ons onderzoekslaboratorium verkennen we de nieuwste mogelijkheden op het vlak van licht, geluid, muziek, video en andere technologieën. We leggen verbindingen met verschillende sectoren, zoals de game-industrie, die ons in staat stelt te experimenteren met bijvoorbeeld mixed reality technieken. In Translab wordt gewerkt op basis van 2 ijzeren regels. Alle resultaten en de concrete toepassing ervan zijn in het belang van de gehele kunstsector. Alles is openbaar, gedeeld, transparant en toegankelijk. De ontwikkeling van software, het kaderen van ontwerpprocessen en het onderzoeken van de verschillende toepassingsmogelijkheden kunnen nu gaan plaatsvinden. Ben je maker, ben je denker, ben je techneut, kom je uit de wereld van theater, de dans, ben je componist, kom je uit de game-industrie, ben je softwareprogrammeur, stuur je idee op en werk samen met ons in een multidisciplinair team aan je plan, naar een concept en naar een prototype.